Als ik nou kijk naar de huidige situatie, dan maak ik me wel een beetje ongerust. Luister naar Kees Ottervanger, met een jarenlange ervaring bij de politie, die zich zorgen maakt over toenemende cybercrime, georganiseerde misdaad en radicalisering. Reorganiseren naar een landelijke politie, prima, als je daarvoor kiest. Hè? Maar de politieagenten, die voelen zich een beetje miskend door die reorganisatie. Die hebben jarenlang in onzekerheid verkeerd en er komt maar niks. Feit is dat de laatste 5 jaar de cybercrime grenzeloos is gegroeid. Waarom? Omdat het grenzeloze mogelijkheden geeft voor de crimineel. Maar ook omdat er natuurlijk van de overheid uitgezien weinig aan gedaan werd. Je moet daar als politie heel actief mee omgaan. En dat betekent weer dat er dus mensen vrijgemaakt moeten worden met voldoende expertise om daaraan te werken. De wetgeving op het gebied van de softdrugs, dat veroorzaakt georganiseerde misdaad, zou je kunnen zeggen. Dat achterdeurbeleid, zo heet het dan, dat kan niet. Daar moet je mee stoppen, want het kost zoveel politieinzet. Ja, het kost nog meer natuurlijk, maar politieinzet. Het kost ondertussen doden, want ze schieten elkaar hartstikke dood, die concurrenten. Dat ik zeg, je moet de wet veranderen, je moet dat vrijlaten. Dan ben je van een heel stuk georganiseerde criminaliteit af. Ook in Nederland radicaliseren jongeren. En getalsmatig kan het allemaal meevallen hoor. Dan, dat je zegt, ja, zo erg als het in België is, is het bij ons niet. Nee, maar het gebeurt. Dus je moet daar toch een adequaat antwoord op verzinnen. De gewone mensen, ook de Marokkanen, Turken en Somaliërs, die zijn daar angstig van. Die hebben angst voor radicalisering van hun kinderen, van hun jeugd, van onze Rotterdammertjes. Daar moet je tussen staan. En dan moet je... Ja, dan moet je een vertrouwensband opbouwen met die groepen. Dat is dus de wijkagent. Want dan blijkt dus, dat heb ik zelf in het Oude Westen ook meegemaakt, dat je dus medestanders hebt. Het is allemaal niet makkelijk, maar je kan het best flexibel en organisatorisch en met een behoorlijk stuk investering van regeringswegen, kan je je daarop prepareren.